Zit jij op deze school? Ja. Ja? Ik zit in groep 2. Nou, ik sta hier bij Marianne en bij Judith. Judith, jij bent de moeder van Ruben. Ja. En Ruben lijdt aan een ziekte. Ja, klopt. Thuisstemziekte. Wat houdt dat precies in? Thuisstemziekte, dat betekent dat er zich slijm ophoopt in het lichaam. Bij cystic fibrosis patiënten. En door dat thuis slijm kan het niet goed afgevoerd worden. En dat geeft problemen aan de longen en ook aan het darmstelsel, alvleesklier. En doordat taaie slijm in de longen achterblijft, kunnen zich daar infecties ophopen. En daardoor hebben ze vaak, als ze vaak infecties hebben, dat het echt op een gegeven moment chronisch wordt. En tot chronische ontstekingen leidt in de longen. En de alvleesklier die kan zijn werking niet goed doen. Dus dat betekent dat, dat de voedingsstof niet goed uit het eten wordt opgenomen. En daardoor kunnen patiënten die kunnen dan niet goed groeien. En hebben ze enzymen nodig om dat toch voor elkaar te krijgen. En daarbij krijgen ze ook vitamines toegediend. Oké. Dus ja. Maar het is een ongeneeslijke ziekte. Ja, klopt. Jouw vriendin Marianne. Die is met het idee gekomen om een Rubenloop te gaan organiseren. Ja, ja klopt. Ja. Spontaan bedacht? Eigenlijk wel, ja. Okay. Ja. Ik ben de laatste tijd best wel veel aan het wandelen. Ja. Wandeltochten vooral, 20, 25 kilometer met vrienden. En toen had ik zoiets van, je voelt je een beetje machteloos in Rubens ziekte, want je kunt zo weinig doen. En toen had ik zoiets van, wie weet kunnen we een wandeltocht... een sponsorwandeltocht op poten gaan zetten. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet alleen. Daar heb ik natuurlijk wel vrijwilligers bij nodig. Even voor de duidelijkheid. Dus volgende week zondag 30 september ja. Is de sponsorwandeltocht. Ja, de Rubenloop. Klopt. Ja. Ja. Vanaf 8 uur 's ochtends eigenlijk al. Dan start de 40. En we hebben allemaal verschillende tijden wanneer de mensen kunnen starten. We hebben ook een speciale site. Waar is de site ervan? We hebben twee sites. Dus één is op Facebook. Kunnen mensen, als ze Facebook hebben, kunnen ze Loop voor Ruben. Ja. Als ze dat intoetsen, komen ze bij de site. Ja. En www.123website.nl/loop voor Ruben. En dan kom je er ook. En dan kom je, dat is een speciale website gemaakt voor de Loop. En dan, dat is inschrijfgeld dus? Ja. Maar mensen kunnen ook zo sponsoren? Ja, we hebben ook sponsorblad wat op beide sites staat, wat mensen kunnen kopiëren en uit kunnen draaien. En daarmee wat extra geld kunnen binnenhalen. Dus zondag 30 september, klopt. 'S morgens om 8 uur, dan begint het klopt. Hier. En dat is bij de school de... Lange Wieken. De Lange ja, Wieken. Ik heb nog een, we hebben nog een flyer gemaakt voor okay, hem. Ja. Zie je wel. En dan de hele dag, iedereen mag meedoen. Iedereen mag meedoen en mensen kunnen ook fietsen, het is niet alleen lopen. Oh, nee. Er zijn ook twee fietsroutes van 25 en 40 kilometer. Het begint hier en het eindigt ook hier. Het eindigt ook hier, klopt. Nou dames, heel veel succes. Ja, dankjewel. Bedankt hoor.